Gijs, ja, dit ging makkelijker dan verwacht. Ja, ik denk een droge 3-0. Champions League verwacht je toch een zware wedstrijd. Eigenlijk alle wedstrijden. Vandaag ging het een stuk makkelijker dan verwacht. Ja, de vorige wedstrijd was een stuk moeilijker, hè? Je bedoelt de vorige wedstrijd in de Champions League? Ja, dat is een heel team van een heel ander niveau. Daar kregen wij redelijk de oorwassing die wij vandaag uitgedeeld hebben. Is die tweede plaats nu verzekerd? Nee, absoluut niet. We moeten nog naar Tsjechië, naar Innsbruck. Dat zijn toch de 6 punten die we hier hebben gepakt. En we weten ook dat zij thuis een stuk beter spelen dan uit. Dus ze zijn er nog zeker niet. Maar tegen de Tsjechen, zelf in Tsjechië, mag het ook niet misgaan, denk ik. Ondanks dat er vandaag 3 spelers niet bij waren. Nee, ja, dat zeg je goed. We mogen, denk ik, op dit moment met de vorm waar wij nu in zitten, mogen wij, denk ik, heel realistisch zijn. En dat is gewoon de tweede plek.